Is jouw rode klaar voor? Ja, ik ben wel klaar ermee. Je bent er klaar mee. Je hebt 2 keer mogen rijden op de Olympische Spelen. Iedereen heeft je gezien, man. Nou, dat is wel heel gaaf, ja. Ze hebben je niet zien falen? Nee, zeker. Ik heb 2 gedegen races gereden, denk ik. 2 niet, 2 keer boven mezelf uitgestegen, maar wel 2 keer gewoon een netjes race afgeleverd. En dan kan je in ieder geval met een redelijk tevreden gevoel terugkijken op het spelen. Ja, ik denk over een paar dagen wel. Dat ik dan gewoon denk van, oh ja, ik heb het toch gestaan. Ik heb 2 keer goed gereden. Alleen ja, als je net een 10e harder rijdt, of dan net iets harder wat je wel kan. Ja, dan sta je een stukje hoger en dan ziet de wereld er misschien een beetje anders uit. Alleen ja, dat maakt ook niet zoveel uit. Ik kan wel met een goed gevoel, denk ik, straks naar huis gaan. Ja, want jij bent een van onze jonkies in de sprintploeg. En jij moet eigenlijk op dit moment leren en hopen dat je een uitschieter hebt. Ja, daarom. Ja, ik heb zeker er veel van geleerd. Want ik had eigenlijk nog nooit een groot toernooi gereden met 2 afstanden. Dus alleen mijn World Cups heb ik gereden. Dan rij je 1 keer op een dag. En dat is wel anders dan nu 2 keer met al die toppers. En dan, ja, het is wel heel goed om het mee te maken. En het was ook heel gaaf met al het publiek en alle Nederlanders. Het was echt een feest om te rijden. Alleen dan hoop je dat het net iets beter gaat dan dat je nu doet. Alleen ik mag, denk ik, niet ontevreden zijn. Ja, maar ik merk wel, nu je even terugdenkt aan je race, dat je toch gaat fladderen. Dat het toch mooie momenten hebt opgeleverd. Dat het kriebelt. Ja, zeker. Het zijn Olympische Spelen. Je merkt het gewoon wel aan alles. Dat het, al die mensen en iedereen die er is, dan denk je, wow, het is wel heel gaaf om hier te mogen rijden. En dan hoop je dat het net allemaal net iets beter valt, zodat je net wat hoger eindigt. Maar ja, dat heeft niet zo mogen zijn. Nee, maar je hebt een prachtig moment meegemaakt. Zeker, ik denk wel een moment om niet te vergeten. Nee, en een moment om over 4 jaar te herhalen en te verbeteren. Nou, niet herhalen, maar zeker te verbeteren.